dat is niet helemaal de bedoeling. Kijken, pasta carbonade heb ik niet. Maar een chippy, die zou je vast ook wel lusten. Oh, hey mollenkijkers, welkom bij Mollenstreken. Ik ben nu nog een beetje de boel aan het klaarzetten, want er komt straks een hele bijzondere gast. Ik heb namelijk een afspraak met de mol. Die komt hier gewoon zitten. Maar niemand mag dit weten, dus straks ook, hè, mondje dicht. En dan krijgen we eindelijk antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Even kijken, die kussen is toch wel, denk ik, zo. Zo, nu staat wel echt alles klaar voor mijn molafspraak. Spannend hoor, maar wie heeft er allemaal aflevering 7 gezien van Wie is de Mol? Hij heette Inzichtelijk. En wie nog niet heel veel inzicht heeft gekregen van deze aflevering, hier komt een kleine samenvatting. Maar waar moet ik dan op? Dit is Jurre. Wat begrijp ik hier nou niet aan? Gefeliciteerd, ik verheug me op onze molafspraak. Oh, loop dood. Loop dood. Start zielige vioolmuziek. Ah, nee. Janken, janken, janken. Het rode scherm kreeg Anke. De modetijger moet naar huis. Doei, doei, Anke. En dat betekent dat we van het team nog maar met 4 over zijn. Ranomi, Daniel, Zoey en Jurre. Het is tijd om de mol te vinden. Let's go. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, het zijn de kandidaten die paragliden. This is awesome. Woehoe. Gaaf zeg. Iedereen moest één vak kiezen waarin ze wilden landen. Daarin lagen jokers of geld. Jongens, ik wil even dik voorstellen. We kunnen met z'n allen 1 joker hebben en 3000 euro. Maar in elk vak mocht maar 1 persoon landen, behalve vak 2. Daar moesten er 2 landen voor 2000 euro. Lukt dat? Nee dus. Hoe vonden jullie zelf dat het ging? Ja, jullie gingen al gelijk zelf voor de jokers. Ja, maar... Wat? Zo arrogant, sorry hoor. Ja, het is echt niet oké dit. Nou, de sfeer zat er lekker in, hè jongens? Laten we even kijken naar het plan van Daniel. Ranomi en Zoey hier gingen hij zelf voor de 1000 euro. En dan gingen Anke en Jurre voor de 2000 euro. Nou ja, een prima gameplan. Ik zou zeggen, landen maar! Dan is het wel echt een duivels dilemma van ga ik nu voor de groep of ga ik voor mezelf? Yes! Jurre, dit was niet het plan, hè? Ho, 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 ho! Kijk! Jij krijgt een mollenstreek. Jurre, kies nou eens geldman in plaats van jokers. Heb je hier nog wat op te zeggen, Jurre? Ja, man. Fok dat geld. Wat? Hoorde ik dat nou goed? Ja, man. Fok dat geld. Ja, geen discussie. Goed gezien hoor. We gaan dus ook nog even brutaal doen. Gele kaart en een mollenstreek. Jurre, ik neem aan dat jij je wel schuldig voelt. Ik voelde me natuurlijk wel een klein beetje schuldig of zo. En natuurlijk kregen we deze aflevering ook een kleine portie geklooi van Zoey. Mag ik iets voorstellen, jongens? Ja. Ja? Oké. Ik denk, Ranomi en ik hebben bij de laatste test geen jokers gehad. Ranomi, de meeste jokers. Ik daarna. En dan nummertje 3 wordt of Daniel of Anke. Wat denken jullie nou? Ja, ik moet zeggen, prima plan van Zoey. Als je Zoey zelf bent. Want ik kwam erop neer dat hij gewoon heel veel jokers wilde. Dit geniale plan uitleggen duurde 2 van de 3 minuten die ze hadden om te overleggen. Huh, Zoey? In jouw vakje liggen niet alleen 3 jokers, maar ook een mollenstreek. Wauw, dit is zo vet dat ik dit meemaak. En dan
Daniel. Aan de ene kant doet hij een goede move om in vakje 1 te landen voor 1000 euro. Maar aan de andere kant, waarom niet vakje 2? Dat scheelt weer 1000 euro. Dit zou wel eens een goed plannetje kunnen zijn van de mol om geld binnen te halen, maar niet alles. Mollenstreek. Mag je eindelijk in Zuid-Afrika naar het strand? Zit je vast aan een paal? De opdracht Zandlopers was een spannende afvalrace. Want na elke challenge viel er iemand af. Ze moesten rennen, vliegen, codes kraken en graven. Heel veel graven. Ik moet er nog 1. Hoeveel jullie? Ik moet er ook nog 1. Er kon maar 1 de winnaar zijn en dat is Jurre. Hij vindt het geld en wint een afspraak met de mol. Deze keer dan. Ja! Iedereen kwam uit het touw. Alleen hacker Daniel, die zat een beetje met zichzelf in de knoop. Ik zit dat touw er allemaal af te halen en eraf te halen. En daardoor maak ik allemaal knoop in dat touw. Dus ik dacht, nou, dit is niet mijn opdracht. Nou, dat verbaast me dus. De hobby van fanatieke Daniel is escape rooms, staat in zijn molboekje. Maar deed hij hier niet super zijn best? Iedereen wil een afspraak met de mol, behalve de mol zelf. Ik zeg... Het is eindelijk gelukt. En toen had Jurre zijn molafspraak. Hallo? Goedemorgen, Jurre. Je spreekt met de mol. Het is nu tijd voor het echte werk. Kijk eens wat ik op zolder heb gevonden. Een echte stemvervormmachine. We gaan de mol ontmaskeren. Zo klinkt de mol zijn stem. Ben je bereid om geld uit te geven in ruil voor informatie? Nu proberen we zijn echte stem te ontmaskeren. Zo, ja, en dan helemaal 108. Zo, en nog een beetje zo. Nou ja, dit gaat hem niet worden, maar maakt niet uit. Want ik denk dat het nu wel tijd is voor mijn molafspraak. Is er al een teken van de mol? Nee. Nou ja, laten we dan maar doorgaan met de test. En toen was het alweer tijd voor de test. Ditmaal maakten ze die niet op de computer, maar ouderwets. Met stift en papier in een gigantisch doolhof. Door het doolhof weten we nu goed wie op wie zit. Want kijk even met mij mee. Anke zat op Ranomi. Maar Anke, die is eruit. Slecht nieuws voor Soy, want hij zit ook op Ranomi. Is hij misschien de volgende afvaller? Of is hij de mol? Dat zou ook nog kunnen. Bij de vraag, wat is het lievelingseten van de mol, stond er pizza kwartgroformaatje met spruitjes en rendang. Er komt er een lucht vanaf, joh. Maar ik heb er alles voor over om de mol te ontmaskeren. Dus daar gaan we dan. Jakkie, als dit het lievelingseten is van de mol, heeft hij wel een hele aparte smaak. Kennen we niet iemand met een apart eetgedrag? Betrapt! Ja, mollekijkers, we hebben nu lang genoeg gewacht. Dit is het moment. Hier is mijn molafspraak! Wat? Is hij nou nog steeds niet? We hadden toch afgesproken? Wat is dit nou? Telefoonnummer van de mol? Telefoon graag. Spannend. Hallo? Ja, hallo. Met mij, Lavet Sirretjes. Hey, Roosjes. Ja, sorry hoor, maar waar blijft u? Wat bedoel je? We hadden toch een molafspraak bij mij in de studio? Een molafspraak met mij? Ja, want ik wil nu weten wie de mol is.
is. Maar gozer, je hebt mij toch al lang gevonden? Wie is het dan? Ik ben het, Everon. Oh nee, dit is een oud nummer van de mol van vorig jaar. Everon. Ja man, maar gaat het goed met jou, kleine speurneus? Ja, gaat goed. En wie denkt u dat de mol is? Wacht, u weet natuurlijk wie de mol is. Vertel. Nou, daar kan ik natuurlijk helemaal niks over zeggen. En hoe vindt u dat de mol dit seizoen doet? Ja, heel goed. Ik ben heel trots op. Oké, dus de mol is lekker bezig. Nou, heel erg bedankt, Everon. En tot de volgende keer. Heb ik alles voor niks klaargezet. En het is tijd voor Mollepost. De leukste hint of theorie vindt de La Betsy. En deze week is hij gewonnen door... Jens, 10 jaar uit Leeuwarden. Als je telefoonnummer optelt van de mol, kom je uit op 1102. 11 februari, de verjaardag van Daniel. Wauw, als dit klopt, hè, dat gaan we even checken. 81 plus 850 plus 88 plus 83 is... Je hebt gewoon helemaal gelijk. 11 februari, de verjaardag van Daniel. Wauw, dit verdient wel een dozijn, precies. Maar ik hoop dat je met eentje al blij bent. Alle mollenstreken zijn uitgedeeld, dus dan is het nu tijd om ze bij de vorige week op te tellen. Wat is de tussenstand van mijn mollenbord? De drie jongens komen steeds dichter bij elkaar. Jurre met 15, Daniel met 9 en Soy met 10. En Ranomi dan? Die zwemt daar nog ver onder met gewoon nog maar 3 mollenstreken. Wauw! Dit was het dan alweer, de 7e aflevering van Mollenstreken. Nog 3 te gaan. Volgende week zijn we weer bij en gaan we weer op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Wil er nog iemand een chippy of een snoepie? Lekker! Oké. Heb je een pizza? Ja. Heb je ook pizza?